elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Voor het eerst in de geschiedenis gaat FC Twente op bezoek bij Almere City FC. En ze kunnen ook nog historie schrijven door de koppositie te pakken voor het eerst dit seizoen. De start is goed. De voorzet van Ricardinho en Aitor Cantalapiedra kopt. Inderdaad, kopt, want meestal doet hij het met zijn linkervoet de 0-1 binnen. Wat kan hij niet de smaak maken van FC Twente dit seizoen? Ricardinho, als Twente de smaak te pakken heeft. En daar is dus dat linkervoetje. Nu treft hij de lat. Zo belangrijk voor het elftal van Puzic. Cantalapiedra. Dit is slordig gedaan door Almere City. Met z'n tweeën gaan ze het luchtduel aan. Maar Oosterwijk wint. En dus ontstaat hier de ruimte, de kans en de goal. Boeren op aangeven van Cantalapiedra. En zo is het 2-0 voor Twente. Geen vuiltje aan de lucht. En voor rust is Cantalapiedra nog een keer dichtbij. Echt ongehoord goed is hij. Twee keer de lat, een assist en een goal. De belangrijkste man op het veld in de eerste helft. In de tweede helft laat Almere zich zien en horen en ze scoren. Stijn Meijer op aangeven van Mustafa Sek zorgt voor de 1-2. En dan ontsnapt Twente. Dit is een 100% strafschop. Meijer gevloerd door Drommel, maar de man die het beslist, de heer Blank, geeft geen penalty aan Almere City. Terwijl het absoluut wel het geval had moeten zijn. Dan zal je altijd zien, dan scoort Twente niet veel later. De kopbal van Boeren, daar weet Etemadi nog een handje tegenaan te krijgen. Maar in de herkansing, Nacho met de 1-3. En zo gaat Twente weer naar een ruimere voorsprong. En die voorsprong trekken ze uiteindelijk over de streep. Het nut van iemand bij de palen bewijst Smith hier. Hij kopt die bal van de lijn. En zo krijgt Almere City echt nog wel wat kansjes, maar houdt Twente stand. Ook bij deze laatste mogelijkheid voor Lucassen. Hij schiet in het zijnet. En zo wint Twente voor de 6e keer op rij. En zijn ze nu de nieuwe koploper in de Keukenkampioendivisie.